Thomas. En ik ga vandaag de aflevering alleen onze soort mensen aanbieden aan Ahmed Badoet. Hij is de bedenker van de startblok. We zijn aan die containerhuizen zo gezegd. Terwijl ik het eigenlijk helemaal niet op containers vind lijken. Hallo. Hallo. Dit is het startblok. Waar mensen met elkaar kunnen chillen, kunnen ontmoeten, kunnen barbecuen. Jongeren uit Amsterdam en omgeving en studenten. Ja. Jullie kunnen goedkoop wonen in Amsterdam. Op voorwaarde dat je jongeren uit Eritrea, uit Syrië helpt participeren, helpt integreren. En dat is wat hier gebeurt. Aan de hand van de namen kun je zien dat er Nederlandse namen, buitenlandse namen, alles door elkaar. Ik ben dus met een groepje van 4 kinderen. Zijn we naar een school geweest. Ja. En we hebben dus ook nog met kinderen gepraat. En wij vonden met z'n allen dat er zijn bepaalde normen waar die in Nederland moet gewoon blijven. Ja. Dat hebben wij allemaal opgenomen op dit stukje. Ja. En ik zou graag willen dat u die kijkt. Ik ga er naar kijken. En waar zijn we tegenaan gelopen? In plaats van dingen gezegd, hebben we meer geluisterd. Ja, ja. En daardoor zijn we dus beter over elkaar, zijn we meer over elkaar gaan leren kennen. Zij vonden het een beetje vervelend, zo gezegd. Om dan door andere kinderen aangesproken te worden van jij bent anders, waarom ben je hier? Ja. Kijk, het mooie in dit is dat wij nog steeds blijven praten in wij en zij. Ja. Het probleem van ons en jullie. En wat erg belangrijk is voor de Nederlandse samenleving is dat wij moeten gaan werken aan wij. Klopt. Want wij zijn er allemaal en wij moeten met elkaar de samenleving vormen. Hartelijk dank voor deze uitleg. Graag gedaan. Succes. Ik vond het zelf echt leuk met Ahmed Badoet. Aardige man, veel besproken, er waren hele goede tips. Zoek elkaar op, ga een gesprekje aan, hallo is niet moeilijk. En kijk alsjeblieft naar de aflevering. Doei.